Jongens en meisjes, hier zijn we weer met een gloednieuwe aflevering van Club Brugge Career Mode. En ik ben een maandje weg geweest, of eigenlijk, ik ben geen maandje weg geweest. Juan Solskjær is een maandje weg geweest, want zoals jullie weten heb ik in de eerste aflevering gezegd dat Juan een succesvolle manager wil worden om zo zakcentjes te verdienen, om zo een Tesla of een Lamborghini of zo te kunnen kopen. Maar natuurlijk, wat ben je met zo een supercar, een sportauto, als je geen rijbewijs hebt? Daarom heb ik 1 maand niet geüpload, omdat Juan Solskjær gewoonweg 1 maand nodig had om zijn rijbewijs te halen. En raad het maar een keer, Juan heeft zijn rijbewijs gehaald. Gefeliciteerd voor Juan. Een maandje geen career mode wil zeggen dat er veel werk voor de boeg staat. In deze aflevering gaan we onder andere Champions League matches spelen. Late drama. Dit verklaart dus de 96 aggression van Rio Ferdinand in FIFA. Het komt allemaal in deze aflevering, dus wees zeker dat je blijft kijken, want het wordt een super vette aflevering. Ik was er even over aan denken of ik een paar spelers in ons team zou zetten om te checken of ze goed zijn. Een van die spelers was Perez en dan krijg ik net het bericht dat Perez uitgeschakeld is voor 4 maanden vanwege een gescheurd voorste gewrichtsbeen. Ik weet niet hoe je je been kunt scheuren, maar oké. Na onderbreking van de VAR bleek het dus dat mijn opmerking niet juist was, omdat het eigenlijk om een voorste gewrichtsband gaat. Die kunt je wel scheuren. Dus thanks voor, deze keer heb je het goed gedaan. Maar daar maken we ons geen zorgen over, want we hebben het bericht gekregen dat er 2 spelers van Club Brugge geselecteerd zijn voor de Player of the Month Award. En dan is er nog een speler van Genk en een speler van Eupen. Dus we hebben eigenlijk 50% kans om de Player of the Month Award binnen te halen. En voor de wijsneusjes onder ons, ja, eigenlijk is het geen 50%, want het kan zijn dat die van Genk of van Eupen veel beter heeft gespeeld. Maar ja, oké, ik wou gewoon ook even tonen dat ik slim ben. Ja. En dan is het eindelijk tijd voor de eerste wedstrijd van de dag. We spelen op het veld van Atletico Madrid voor de 2e match van de Champions League groepsfase. Hopelijk wordt het een goede match. Jullie hebben al gezien dat Rio Ferdinand heel hyped is. Dus hopelijk is hij nog steeds zo hyped na deze wedstrijd. Heerlijke bal van Koken. Joker, stop toch met Koken. In de 19e minuut botst Hans van Aken met zijn goudmalskoppie tegen de tegenstander, waardoor het balbezit voor Atletico Madrid is. Zij zullen dan stilaan maar zeker opbouwen naar onze goal. En dan volgt er de kanonskogel van Saul. Die trapt hem heerlijk in de winkelhaak. Ja, hier konden we gewoon echt niks aan doen. Hè. Op het half uur krijgen we de bal met Dennis. Deze past hem naar Wesley. Wesley doet een skill move. Gaat de verdediger voorbij. Trapt naar de goal. Oblak doet een mooie save. Maar dan komt de bal in de voeten van Van Aken. Hij zet hem voor. Wesley staat in de kleine carré. Trapt hem naar goal. En Oblak doet een van de meest onmogelijke saves dat ik dit seizoen heb gezien. Deze gast is toch een stukje beter dan Horvat. Dan flaat de scheidsrechter voor rust en ga ik 2 wissels doorvoeren in mijn teampie. Schrijvers komt erin voor Dennis en Matta komt erin voor Diatta. Hopelijk gaan zij nog iets kunnen brengen in de 2e helft. Maar dan moet je even meekijken. We beginnen aan de aftrap van de rust. We gaan naar voren met Danjuma. Hij zet 1, 2, 3 spelers in de wind en probeert hem dan te finessen in de verste bovenhoek. Het is helaas niet gelukt. Ik dacht even aan de goal te scoren die hij ook tegen Atletico maakte. Kijk hier maar een keer naar. Maar dan gebeurt het aan de overkant, zo gaat het eenmaal in de voetbal. De bal komt in de voeten van Koke terecht. Hij geeft hem voor, Danjuma kopt hem weg. Komt in de voeten van Van Aken, ik heb geen idee wat hij daar doet. Maar de bal komt terug bij Diego Costa en die schiet hem dan helaas maar waar binnen. Het staat 2-0 voor Atletico Madrid. Een paar minuutjes daarna werd er nog even getiki-takat in mijn carré, maar Horvat houdt hem schoonlijkjes tegen. Correa, prima steekpaas van Diego Costa. Dat is waar Diego Costa op wacht. Uiteindelijk komen we toch nog even voor de goal in de 65e minuut. Wesley doet een paar kapjes en shot hem dan over. Wesley, kom op man. Ah, dus dit is waar Diego Costa op wachtte. En check even, hij skipt de handshake van Kalinic volledig. Atletico krijgt ook nog een kansje met Griezmann. En die trapt hem op Horvat. Mooi saveje weer. En ja, het kan natuurlijk ook niet erger. Met nog een kwartier op de klok gaat Griezmann nog een keer naar de goal. Hij scoort voor de 0-3. Dan gaat hij uiteindelijk naar de tribune. Zoekt hij zijn moeder in de tribune. En komt ons feestbeest Arias er weer bij, die veel te hyped is. Hij moet echt zich een keer laten testen op doping of zo, want ik weet echt niet wat zijn probleem is. Nu we toch 3-0 achter staan, maakt het eigenlijk niet zoveel meer uit. En beslis ik om ons toptalentje Alexandre Lefebvre erop te zetten. En hetgeen wat mij opviel is dat hij eigenlijk al meer gezichtsbegroeiing heeft dan de 4e scheidsrechter. Good job man, you're 17. Schrijf dit memorabel moment in jullie geschiedenisboekjes. Want wie weet zullen jullie hem later nog zien als een zeer groot toptalent opgegroeid bij Club Brugge.
Amen. Goed, de scheidsrechter heeft afgefloten voor de wedstrijd. We zijn met 3-0 verloren op het veld van Atletico Madrid. Maar, zoals Johan Cruijff ooit heeft gezegd, je kunt beter ten onder gaan met je eigen visie dan met de visie van een ander. Dit zullen we in ons achterhoofd houden en het is tijd om een tandje bij te steken om die volgende Champions League match te knallen, zodat we er toch nog kunnen bij zijn in de volgende fase van de Champions League. De eerstvolgende match in de Pintjes League. Oké, sorry, ik vond deze gewoon een grappige reactie van een gast die de Jupiler Pro League de Pintjes League noemt. Dus vanaf nu ga ik dat ook de Pintjes League noemen. De eerste wedstrijd in de Pintjes League was een topper op het veld van Standaard. En deze topper is afgelopen op een 0-0 gelijkspel. En nu, beste mensen, wordt het interessant. Als we naar de stand van de Champions League groep gaan kijken, dan zien we dat we derde staan, dat we eigenlijk net niet gekwalificeerd zijn, maar we moeten tegen iedereen nog één keer spelen, waarvan AS Monaco nog twee keer. En we staan derde, maar met evenveel punten als Atletico, dus het is zeker niet onmogelijk om nog een plaats te halen in de volgende ronde. Dus dames en heren, jongens en meisjes, prepare yourself voor een paar juicy Champions League potjes die eraan zullen komen. En dan is het tijd voor onze volgende Champions League wedstrijd. We spelen thuis tegen de groepsleider AS Monaco. Brandon Megele. De eerste echte goede kans is er pas na een dik half uur spelen. De bal komt diep op Wesley gespeeld. Hij trapt hem dan op Subasic, waardoor de bal in de voeten van Danjuma komt. Hij gaat ook naar het doel trappen, maar deze wordt wel goed tegengehouden door Subasic. In de corner die daaruit volgt, komt de bal uiteindelijk bij Vormer terecht. Hij gaat deze bal dan naar de goal trappen, maar die gaat worden gered op de lijn door een speler van AS Monaco. We gaan de rust in met een 0-0 stand en ik besluit om Dennis eraf te halen en Vossen in zijn plaats te brengen. De eerste kans na de rust was meteen een hele goeie voor AS Monaco. Het was ook een hele goede save van Ethan Horvat. En de bal nog mooi op de lijn gered en weggehaald door Brandon Megele. Want anders kon dit wel een doelpuntje zijn. En dan, beste mensen, hebben we na 66 minuten nog een afstandsschot van Marvelous Nakamba. Maar deze was iets te centraal. Tot slot hebben we in de 70ste minuut nog een voorzet op Danjuma die deze weer al op de keeper trapt. En daarna weet ik eigenlijk niet of dat De Ligt deze bal wegkopt of dat hij die gewoon los op zijn smikkel krijgt. Ja. En zo eindigt de wedstrijd in een 0-0 gelijkspel. We hebben geen goaltjes gezien vandaag, maar we hebben wel één puntje gepakt tegen de eerste van de groep. Dit is dus zeker niet verkeerd, de bal wil er niet ingaan. Maar ik kan jullie wel garanderen dat de volgende matchen veel meer spektakel zullen bevatten. En nu kan ik eindelijk terug normaal praten. En toen we terugkwamen van het veld kregen we nog een appie van François om te zeggen dat we weer al zijn genomineerd voor een Player of the Month Award, deze keer voor Ruudje Vormer. Ik was trouwens ook nog vergeten mee te delen wie dat de vorige Player of the Month Award heeft gewonnen. De winnaar is niemand minder dan Sherry. Onze Sherry heeft de Player of the Month Award gewonnen. Helaas, Club Brugge heeft geen awardje binnengesleept, maar Sherry wel. En natuurlijk kunnen we deze aflevering niet afsluiten zonder één van jullie reacties erbij te halen. Een van de reacties was om Dennis en Danjuma van plaats te veranderen. Dat heb ik zeker weten gedaan en het helpt ook heel erg, dus dank u daarvoor. En een andere reactie was om Paulsen te halen in plaats van Wesley als Wesley zou weggaan. Dit heb ik gedaan, oftewel ik heb Paulsen al gescout. Jullie zullen verder in de serie zien of ik hem ga kunnen kopen of niet. In de volgende aflevering gaan we de laatste matchen van onze Champions League groepsfase afronden. Gaan we ook tegen de eerste van de Pintjes Liga spelen. En gaan we nog andere transferonderhandelingen afronden. Dus wees er zeker bij de volgende aflevering. En hopelijk vond je deze aflevering leuk. Laat alvast een blauw duimpje omhoog achter en vergeet niet om te abonneren op mijn kanaal, want er komen nog vette video's aan. Klik op het belletje om op de hoogte te blijven van nieuwste video's. Laat jullie reacties achter met tips en tricks en nog andere suggesties. En dan hoop ik jullie te zien bij de volgende video. Joe!